Hallo mensen en welkom bij een nieuwe Island Survival. En vandaag gaan we onze diamonds gebruiken. Wacht, eigenlijk dat ze daarin stoppen. Want ik heb gisteren gezegd, als ik geen diamonds vind, dan ga ik ze off-camera raken. En ik heb er 6 gevonden, na nog even zoeken. En vandaag gaan we obsidian hakken. Om een nether portal te maken. En natuurlijk een enchantment table. Dan zijn we de eerste met een nether portal, want dat was ook mijn bedoeling. We kunnen ook even wat brood maken. Want ik heb onze terraform gehakken. Dus nu weten we dat we ongeveer op elke terraform 9 brood krijgen, want er waren nog 2 of zo seeds die nog niet volgroeid waren. Dus als we uiteindelijk die vorm daar achterin verder maken, dat hopelijk ook niet zo afgelopen gaat zijn, dan hebben we eindelijk weg van ons foodprobleem en kunnen we gewoon brood eten. Oké. Laten we in de mine gaan. Ik heb wel een op plaatsje voorbereid waarop ze dingen kunnen hakken. Het is wel een beetje gevaarlijk. En daarom ga ik ook die kisten daar zetten, zodat altijd als ik obsidian krijg, dat ik kan zien dat ik zeker ben dat er geen obsidian weg. Oké. Hieronder zit lava en daarom is het zo gevaarlijk. Maar daar heb ik ook een waterbucket. Oké. Doel is 14 obsidian. Voor de nether portal 10. En voor de enchantment table 4. Oké, welke leuke verhaaltjes kan ik jullie vertellen tijdens het hakken van deze obsidian? Dus vroeger, ik zat nog altijd in een wereld op met Maarten, maar dat was dan niet via party en via online zoals we nu aan het doen zijn. Dat was echt hier, dat we langs elkaar zaten en een ding op zaten. Ik denk niet dat ik Axel zo goed kende toen. En altijd als we toen een wereld opstarten, dan gingen we gewoon op een dag minen. Heel hard en dan hadden we heel veel diamonds en dan vielen we altijd in lava en dan schoot ik de wereld af. En nu heb ik zo nog altijd een stuk of 5 werelden staan in mijn wereldslot waar gewoon het eindschermpje wat je zo ziet gewoon een rood scherm is met oh, do you want to respawn? Oh, ons water is weg. Dat is niet goed. Maar ik denk dat ik nog zonder water nog alle obsidian kan hakken. Ah ja, echt. In mijn verhaal heb ik dat water gewoon weggeplaatst met een blok. Ik was niet aan het opletten. We hadden ook 1 wereld. Daar hebben ze wel wat langer volgehouden. Daar hadden we 1 dag mijn dag. En de andere dag vormdag. En mijn favoriete dag was altijd vormdag. En Maarten zijn favoriete dag was altijd mijn dag. En op den duur hadden we zo'n grote farm. En zo'n grote mijn. Want ja, elke vormdag breiden we onze vorm uit. We maakten vorms die heel makkelijk waren om te maken. Gewoon rijtjes van dirt op een meer. En dan daar gewoon tarwezaden op. Ik denk niet dat we nog iets anders hadden dan tarwezaden. Welke werelden heb ik nog gemaakt die leuk zijn om te vertellen? Eigenlijk heb ik ook een wereld gemaakt waar ik de burgemeester was. En iedereen moest elke dag belasting betalen. En we hadden zo'n markt, hadden zo'n marktpleintje gemaakt. Waar je zo kon verkopen, maar dan moest je wel ook betalen om dat te verkopen. En Axel die had een Tooling Brewing dingen gemaakt. Een potion verkoper. Ik weet niet of Maarten ooit in die wereld is geweest, ik denk van niet. Maar we hebben wel ondertussen 14 obsidian. Dus we kunnen daar boven. Ik vind het wel sad dat obsidian zo weinig aandacht heeft. Eigenlijk buiten een nether portal en een enchantment table en misschien ook sommige mensen in gebouwen, niemand gewerkt. Je hebt gewoon geen enkel ding op serie nodig. Want eigenlijk vond ik altijd logisch dat obsidian dan de volgende stap was. Zo van diamond tools, obsidian tools. Maar nu snap ik dat dat veel te makkelijk zou zijn omdat je overal obsidian vindt. Omdat je het ook zelf gewoon kunt maken. Oké. Laten we aan het werk gaan. 2. 3. Niet naar boven. Oké, nice. 1, 2. 1, 2. 3. En dan stelen we 2 diamonds.
Nog wel nog maar één over, man. Anders gebruik ik ze toch. Ah ja, en een boek. Ah ja, ja, dat heb ik nu nog niet. Ach ja, ik ben tenminste al blij dat we al dit hebben. Geef me maar een item staff. Ik ook, ik weet ook niet veel dingen off-camera doen, maar ik kan off-camera nog even al die ores gaan hakken die ik heb geskipt tijdens onze mindsessie. Ja! We hebben een portal. We going in the nether, let's go, let's go. Ik weet dat we tot dan niet prepared zijn. Maar het enige wat we kunnen doen is onze spawn kijken. En als het kan, onze nether portal inbouwen. Maar als de guests in de buurt zijn, ga ik meteen terug. Okay, het is een rode biome. Oké. Okay. Ik heb dit hier al... de cobblestone. Oh, ga slapen. Oeps. Ik was gewoon te druk bezig met mijn netherport. Oh man. Oh. Dat was een glitch. Ik zal sturen. Sorry, ik was in de nether. Ziet ook dat ik een netherport heb. Ik ben stoer. Ik had wel echt verwacht dat het me veel langer ging duren om deze netherportal klaar te zetten. Ik was in de nether. Oké, laten we terug gaan inspecten. Ik vind het wel een goede spawn. Ik heb nog geen enkele mob gezien. Maar, oké. Waar spawnen? Want nu moet ik hier helemaal kijken. Oké, ik raak er wel uit. Geen mob in de buurt. Opschepper. Ach ja. Omdat er geen mobs in de buurt zijn, kan ik deze gold hakken zonder problemen. Want van die zombie mensen, van die varkensmensen, die vallen u aan als ze zien dat je een gold hakt. En ook als je geen gold aan hebt. Ja, ja. Hier kan ik ook wel wat levels grinden voor enchantments. Want ja, we hebben natuurlijk nog geen XP grinder. Let's go. Nu, de volgende stap is nu een schapenvorm maken, zodat ik netherite kan gaan hakken. Maar om een dikke schapenvorm te hebben, moet ik eerst een terraform hebben, een grote. Dus daarom ga ik dat nu maken. Maar eerst nog even rond, neus in de nether. Axel had me wel gevraagd om de portal te marken van... Nee, dit is de portal van mij, dit is de portal van Cyril. Maar dat is toch wel duidelijk. Als je die ziet. Want mijn is vol met cobblestone. Dus dan zal iedereen denken, ah ja, die is cobblestone, die is van Cyril. Ik moet heel voorzichtig zijn. Want ik wil niet doodgaan. Zeker niet nu ik wat levels heb. Maar ik wil gewoon kijken wat hierboven te vinden is. Zo'n grote... Oh, daar zijn de eerste piglins. Misschien kunnen we daar dan mee gaan treden. Maar, netheravontuur was niet de bedoeling. Vandaag was gewoon de bedoeling... Explore een beetje de nether... Oh, netheravontuur was niet de bedoeling. Vandaag was het de bedoeling om de netheravontuur. Nee. Rare nethergeluid. Vandaag wil ik gewoon eens kijken hoe is het met de spawn. Zijn er wat ores in de buurt, zoals ik nu aan het hakken ben. Maar... Echte nether exploring, dat ga ik pas doen als ik wat beter gekeerd ben. Want één bestie rond en ik ben dood. Okay. Oh nee. Zijn die ook alweer agressief? Zit jij agressief? Nee? Oké. Okay. Doei, kom ooit nog wel eens terug en dan maak ik alles kapot. Oké. Okay. Huh? Ik dacht dat ik al in de overworld was. Nu kunnen we verder gaan bouwen aan de terraform. Ja, ben ik hier? Alles glitcht. Oké,
Dus, eerst wat we moeten doen, is zorgen dat we hier een deftige gang hebben daarboven. Als ik dan nog weg ga, kan ik... Zijn hier gewoon trapjes? Ja. Wacht. Moet ik niet zo? Ja, maar dit moet wel van de deur. Dus. Nee, cobblestone lijkt me beter. Dat lijkt... Oh. Dat lijkt beter met het kelderthema. Ik moet ook nog eens de kelder afmaken, want er is gewoon nog maar de helft van de vloer af en that's it. Hier moet al sowieso cobblestone. En hier ook. Dus dat kan ik al doen. En voor de rest moet er denk ik overal hout. Maar dat is voor een andere keer. Waar is alle stone? Dat is heel veel stone die we daar hebben. Hoeveel hopelijk is dat genoeg? Ah, 6. Ik denk dat zal wel genoeg zijn. Ik denk dat ik maar 4 nodig heb. Oh. Ja. Het is gelukt. Van decoratie. Ah ja, ik heb die net weggehaken. Weggehaken. Ik heb ze net weggehaken omdat ik er niet door kon. En nu plaats ik ze terug. Kijk zo. Dat is wel een redelijk mooie ingang. Doe dit nog even dicht. Oké. Ik heb nog helemaal stuff. En hier was dat mijn cobblestone kist. Die heb ik de vorige keer toen ik AFK was gemaakt. Dat zullen we wel hier zo ongeveer zetten. Dat zetten we hier. En mijn oven zit ook nog iets. Ja. En dan smelten we die iron nog. Oké. We hebben al heel veel gedaan voor de eerste helft van de aflevering. Wat wil ik hier nog insteken? Ah nee, niks. Even mijn inventory cleanen. Maar dat kan niet. Ik moet een extra kist maken. Die gaat natuurlijk in de kelder. Voor allemaal stuff die ik niet kan gebruiken. Op deze moment. Oh. En de seeds. En dan moet ik nog even mijn bucket gaan vullen. En mijn infinite water pool. En dan gaan we beginnen aan de terraform. Zodat we een schapenvorm kunnen maken. Zodat we een netherite kunnen gaan minen. Ik weet het allemaal heel veel vooruit gekeken. Maar. Het is wel haalbaar. Oké. Okay. Zo. 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 Als ik hier nog meer water. Moet ik even door onze kelder gaan. Door het huis. Door de deur. Langs het kampvuur. Om meer water te gaan halen. Ik kan die deur gewoon al laten openstaan. En dan kunnen we hier nog een beetje water zetten. Ik ga het toch aanpassen, denk ik. Ik heb wat dirt nodig. Maar gelukkig heb ik bakken met dirt. Maatje was al aan het spreken voor een dirtwinkel te maken, maar ik ga het toch nog bij kopen. Ik heb het niet nodig. Ik heb wel dirt nodig, maar ik heb het zelf al. Hoe maak ik dit mooi? Dit is oké. Ja, oké. Nu vind ik het oké. Nu kan ik hier mijn mooie terraform maken. En nu kan ik ook dit één blokje opschuiven. Zo. Heb ik seeds. Hier kan ik sowieso wel seeds uitkrijgen. Ja. Kan ik dat wel verder uitbreiden. Oké, ik ga nog even kijken of in mijn kist nog een paar seeds zitten. En als ik daar dan mee klaar ben, dan kan ik al beginnen met een hok voor de schapen. Ja, nog 3 seeds. En dan kan ik misschien iets van een fakkel maken. En zo'n lantaarnpaal zo. Want het moet natuurlijk wel goed belicht zijn. Ik weet niet hoe we dat nu moeten doen. Ik ben gewoon wat sneaky licht plaatsen overal.
zodat de planten s'nachts genoeg licht hebben. Waarom? Wauw, hoe goed opgelost met dirt. Oh, deze is weg. Oké. Nu kan ik met hout op hebben, ook zo gelijk niks gaat zijn, al beginnen aan de schapenvorm. We hebben geen hout. Kunt je hekjes maken met netherhout? Ja. Dus dan gaan we dat meteen doen. Op naar de nether, maar ik heb geen eten. Dat is niet zo heel slim. En ik heb ook geen waterbucket mee. En dan moet ik sowieso hebben in de nether. Dat is essentieel. Zo. Huh? Had ik die persoon ook teruggeplaatst? Oké. Okay. Hopelijk word ik niet aangevallen door gemene pigmentmannen. Piglinmannen. Zodat we gewoon rustig ons hout kunnen haken. En misschien als er nu van die hoglins gespawnd zijn, dan kunnen we wel worden aangevallen. Maar tot nu toe zie ik alleen nog maar deze mannen. En die zijn vriendelijk, ja, behalve als je goud begint haken. Vind je het erg als ik deze boom maak? Nee? Oké. Dankjewel. Ik hoorde hem knorren. En dat is gewoon zijn geluid. Deze mensen zijn veel vriendelijker dan die andere hoglins. Die vallen je niet random aan. En ze vallen je wel aan als je gold haakt, maar ja. Ik zou het niet leuk vinden als ze mijn basis, mijn resources kwamen stelen. Oké. Okay. Het zijn wel hele mooie, dikke bomen. Ik ga er gewoon een beetje zo van wegsnoepen. Deze bomen zijn te mooi. Deze dikke stronken zijn te mooi om echt helemaal weg te haken. Dus ik ga maar over tot deze kleinere boompjes, die heel lelijk zijn. Die shroomlights zijn wel handig, want dan kunnen we die gebruiken voor onze farm op te lichten. Ja, dat is een goed idee. Als je die hakt en plaatst, dat is zo satisfying, hoor. Hoort je dat zo plonkgeluid? Kan ik eraan? Nee. Dat is nummer 3. Maar ik ben bang dat dat niet genoeg gaat zijn. Zijn er nog andere shroomlights hier? Ja! Deze grote bomen hebben veel shroomlights. Oh nee. Ligt die er boven? Oh! Dan hak ik wel redelijk snel met een bijl. Waar zijn de shroomlights? Huh? Ja, ik heb er nu 6, dat zal ook wel goed zijn. Ik ga nu naar daar om een paar bomen te hakken. Maar hier had ik ook die hoglins gezien. En hier is ook gewoon een lavaval. En dit is de laatste boom. En dan heb ik genoeg hout. Zeker genoeg hout voor die kooi te maken voor de schapen. Ik wil nog even een pickaxe maken voor de 7e shroomlight, wat? Hoe gaat het zo snel aan mijn shovel? Dat wist ik niet. Opnieuw. Is ook met deze dingen? Ja! Oho, dat wist ik niet. Nu even heel snel zo sneaky, sneaky, sneaky wat kwarts hakken. Voor de XP, en omdat kwarts gewoon hele mooie bouwblokken zijn. Oh, ook wat gold. Moet gewoon voorzichtig zijn dat ik niet word aangevallen. Snel naar boven hakken, snel naar boven gaan. Als ik hier word aangevallen in deze kleine ruimte, dan is het game over. Oké, nu terug voor de kooi al te maken voor de schapen. Oké, jij zit vriendelijk, nu moet ik geen schrik hebben. Terug naar de overworld, en dan gaat alles weer geglitcht zijn, zoals altijd. Kijk. Oké. Groeit. Oh. Slaap. Ze gaan slapen. Zo, tarwe groeien. Als ik in de nether ben.
Ik denk van niet. Nee, dan laat ik die chunks niet. Maar misschien laat Axel die chunks. Of Maarten. Als zij een chunker en de distance hoog hebben staan. Oh, Maarten zullen we afronden. Leuk. Oké, dan zal onze schapenvorm voor de volgende keer zijn. Want, hey, misschien de kans zit erin dat Maarten en Axel mij nu al kunnen horen. Denk ik. Ik ga gewoon ook even wat hekjes maken. En een poortje. Dat ik daar de volgende aflevering mee kan bezighouden. Oké. Dankjewel. Maarten dat toch zeker heeft dat toch sowieso gestuurd, hè? Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Doei!